En er zijn nu mensen die plaatsen die term in een historisch perspectief. Die zeggen namelijk die graaiflatie die lijkt een beetje op de oorlogswinstmakers. Dat is een term uit de Tweede Wereldoorlog. En dat betekende eigenlijk dat er toen mensen waren, vooral boeren, die eten voor veel geld verkochten aan stedelingen die op het platteland op zoek waren naar voedsel. Ja, maar die zijn natuurlijk allemaal aangepakt na de oorlog. We hebben toen die politiek van Liefding gehad met dat tientje. En een heleboel van die oorlogswinsten zijn afgeroomd op die manier. Dat is heel snel en heel efficiënt aangepakt, eerlijk gezegd. Ja. Sterker nog, Nederland werd gecomplimenteerd uit het buitenland van kijk eens, zo moet je dat doen. Ja. Meteen aanpakken. Je stelt ook, sommige boeren die verkochten voor heel veel geld of juwelen eten aan hongerige stedelingen die dat op het land afschuimden. Ja, ja, boeren die zich fantastisch hebben gedragen, hulpvaardig, geweldig aardige luien, konden pitten enzovoort. En je hebt boeren die hebben zich ernstig misdragen. En ja, jij kijkt er nog verbaasd bij, maar het is toch de normaalste zaak van de wereld. Je hebt aardige boeren en je hebt klote boeren. Net zo goed als je aardige mensen hebt en klote mensen. Dat is niks nieuws onder de zon. En er waren ook foute aannemers, die bouwden bunkers voor de Duitsers. Zeker. Ja, maar nou ben je aannemer. En ja, dat vind ik een lastig. Dan moet die aannemer zeggen, nee sorry, ik bouw geen bunkers voor Duitsers. Dan bouw je gewoon niet meer. Dan bouw je 4 jaar niet meer. Je hebt werknemers, je hebt een bedrijf. Ja, ik weet het niet. Dat zou ik het lastig mee hebben gehad. Is dat dan als collaboratie te beschouwen? In zekere zin wel, ja. Ik heb daar nooit zo over nagedacht, moet ik je zeggen. Maar ik moet daar eens over piekeren. En nog verder. Je moet ook enorm uitkijken dat je natuurlijk ook in de oorlog samenwerking met de Duitsers niet bij voorbaat als misdadig, crimineel enzovoort ziet. Want ja, nogmaals, bij mijn weten, ik doe even de getallen. Er waren in Nederland 30.000 mensen actief in het verzet. En de bevolking was 9 miljoen zielen. Dus er waren heel veel mensen die niet actief in het verzet waren. En natuurlijk, ja, die samenleving moest blijven draaien. Je hebt ook van die vrolijke foto's van de lente van pak een beet 1942. En dat de mensen allemaal heel vrolijk in een zomerjurkje de lente gingen vieren en gingen zitten picknicken. Daar heb ik ook wel eens bij gelezen. Schande. We waren bezet. Ze hadden met het botermesje moeten gooien, bij wijze van spreken. Nee. Dat is natuurlijk ook een heel geleidelijk verlopend proces. Hadden de mensen moeten protesteren tegen het weghalen van de Joden? Ja, in feite wel. Hebben ze dat gedaan? Nou, meestal niet natuurlijk. Ja, zo zitten mensen in elkaar. Ik weet niet hoe het. Want je kunt natuurlijk heel makkelijk zeggen dat je schande, dat je pal had gestaan. Ik weet het niet. Stel voor dat het weer zou gebeuren. En vergeet nooit, het kan weer gebeuren. Het kan weer gebeuren. Nou, misschien niet direct en op afzienbare termijn in een land als Nederland of in bredere zin West-Europa, maar het kan weer gebeuren. Nou, Oekraïne is een goed voorbeeld. Bijvoorbeeld, dan word je bezet door een buitenlandse macht of bezet en die heeft geprobeerd om de Oekraïne te bezetten. Maar dat heeft nu heel effectief partij gegeven. Maar je moet de democratie die we hebben, die dien je steeds te bewaken. Je dient steeds je af te vragen, hoe ontwikkelt zich die? Waar zitten de punten waar de frictie ontstaat? Waar neemt de overheid een loopje met ons? Ik was wel echt ernstig verontrust over die motie in de Kamer. We hebben het er wel even over gehad, volgens mij. Waarbij een meerderheid bepaalde dat gezeik dat die rechters op grond van overeenkomsten die de overheid had getekend, dat die rechters de overheid dwongen om die overeenkomsten uit te voeren. Die afspraken na te komen. En dat de meerderheid van de Kamer dat maar niks vond. Die rechters, wat bemoeien zich mee, hè? Sukkels. Ja, tegenwoordig ook voor 60% vrouwen weten we dus. Ja. Dus ja, en ik was daar enorm van geschrokken. Hoezo? Ik bedoel, daar zegt toch een meerderheid van de Kamer, ja, die rechters moeten hun mond houden. Die rechters hebben groot gelijk dat ze tegen de overheid zeggen, joh, hou je aan je afspraak. Ik moet zeggen dat het kabinet wel begreep dat het niet zich hier solidair met die Kamermeerderheid precies moest verklaren. En bestuur en rechters. Maar het was toch een heel raar moment.
Check even welke partijen daarvoor gestemd hebben. Welke waren dat? De VVD, het CDA, de SGP. Ja. En ik neem aan een en ander aan de rechterzijde. Want er was dus wel een Kamermeerderheid. Ja. Een Kamermeerderheid vond het noodzakelijk om de rechterlijke macht beslissend te corrigeren van daar mag jij je niet mee bemoeien. Nee, dat is dus een dictatuur. Nou, dat ruikt gek. Het is toch een beetje Netanyahu die van plan is om het hoge rechtshof in Israël eens lekker op te schudden. En te bepalen dat het parlement in feite soeverein is. Ja. Terwijl het natuurlijk hartstikke mooi is dat de rechter af en toe eens kan zeggen, beste overheid, ja, heeft denk het mis. Denk aan al die agendazaken. Ja, want dat geeft natuurlijk mensen en organisaties ook hoop dat je ook tegen de overheid kunt procederen met succes. Precies, zo is het maar net. De trias politica, toch? Ja, als de overheid een afspraak heeft gemaakt met zijn burgers, en dat is vaak allerlei wetgeving, of afspraken heeft gemaakt op Europees niveau, ja, dan dient de overheid zich eraan te houden. Dat is een van de puntjes natuurlijk geweest van de Rutte-kabinetten. Een soort slordigheid. Zo, kom op jongens, loop ze vaart niet. Plant een boompje. Hè. Ja, ik ben hier met die zonnepanelen van mij. Ik weet niet hoeveel bomen ik al niet geplant heb. Maar dit is wel een belangrijk punt wat je nu zegt. Want dit moeten we eigenlijk onthouden voor volgende verkiezingen. Want dit zijn natuurlijk partijen die eigenlijk de vrijheid ook deels willen inperken. Door dit soort maatregelen. Ja, die hele wonderlijke opvattingen hebben over. Maar wacht even, het is niet de eerste keer dat de VVD zich met dit soort van ideeën encarneert. Want onze vriend, hoe heet hij toch ook weer, die in dat dacha van Poetin had gehoord hoe erg het allemaal wel niet was. Halbe Zijlstra. Halbe Zijlstra heeft al eens gesuggereerd bij mijn weten, in mijn herinnering, dat al die Europese verdragen, daar moeten we nou eens vanaf eigenlijk. Dat is veel te streng, dat zijn we de bedoeling niet. En we hebben er een hoop last van. En dit soort van. Nee, Europese wetgeving, zo is de afspraak, prevaleert boven nationale wetgeving. In allerlei opzichten trouwens een voordelige zaak voor tal van mensen in Nederland. Ja, goed dat je dit even agendeert. Nee, dit is een heel, ik vond het echt dat je denkt, wat zijn dat voor rare partijen die hier de rechter tot de orde roepen. Ja, en dat toch zonder enige grond daarvoor te hebben. Weinig aandacht daarvoor toch, terwijl het best wel ernstig is. Ja, ik vond er heel weinig aandacht voor. Ja. Nog één punt uit de tacht. Het heeft wel gewoon in de krant gestaan hoor. Ik zeg het nog even voor die lui die te weinig de krant leest. Ja, in de kwaliteitskrant en niet in de metro. Ja, de kwaliteitskrant, ja. In de metro heb je trouwens een rubriek, zag ik. Ja? Ja, je hebt toch een rubriek waarin jij je mening geeft op de actualiteit. En dat komt in Metro. Dat is dat krantje wat je als je met de bus en de trein gaat. Dat komt omdat ik goed bekend ben met de redacteur. Of niet zet de weet je nou, een oud, de outsider. Nee, wacht nou even. De losse medewerker die regelmatig die rubriek maakt. En dan belt hij bij en vraagt hij, heb jij daar nog opvattingen over? En dan zeg ik er iets over. Maar het is mijn rubriek niet. A. B, het is ook zijn rubriek niet. B, het wordt door meerdere journalisten gevuld. Maar je weet wel in welke krant het komt, namelijk in de Metro. Ja, want ik krijg altijd wel een keurig tekst toegestuurd. Ja. Maar dat is geen kwaliteitskrant, toch? Want ik doe het aan de telefoon. Ja, maar dat is natuurlijk een leuk krantje, maar dat is geen kwaliteitskrant. Nee, maar met mijn commentaar natuurlijk wordt het wel bijna een kwaliteitskrant. Dat is natuurlijk waar, zeker.